Hey, ben ik ben Game. Welkom bij een nieuwe episode van SimCity. En ja, ik weet niet zeker of jullie het aan mijn stem kunnen horen, maar ik ben best wel verkouden. Dus uh, ja, we zullen zien hoe deze episode gaat. Uh, ik heb dus wel keelpijn, maar uh, ik zal kijken hoe lang ik het uh, volhoud om, te, om het maar te zeggen. Dus als hij korter is, weet je waar het dan ligt. Dus ja, wat ik deze episode wel gaan doen, is waarschijnlijk dit gaan uitbreiden. Oh nee, het is nu... We hebben nu best aardig wat... Te veel capaciteit, dus het is nu niet nodig. Maar het, het zat net bijna in het gril, maar het is nu aangepast om een of andere reden. Ik heb geen idee waarom, maar uh, dat is in ieder geval goed. Want wat we zouden kunnen doen is hier een paar weghalen en die dan hier plaatsen. En dan is hier misschien ruimte voor nog zo'n desinfec de, des desinfectiesysteem. Uh, misschien Ik weet je zeker of dat zou gaan werken. En weet je, dit moeten we ook weghalen. Hier doen we niks mee. En we willen waarschijnlijk... Nou, ik wil het eigenlijk niet helemaal... Ja, dat is dan een beetje geldverspilling. Ik kan het alleen maar allemaal in één keer doen. Nou, dan laat ik dat maar zo voor nu. Ja. Kijk, weet je, misschien heb ik het ooit nog nodig. Dus ja, dat is gewoon de reden dat ik het nog hou. Oké, zo te zien. Kunnen de omega fabrieken de er nu eindelijk een beetje bijhouden? Want ze zitten niet constant helemaal vol. Weet je wel, misschien is de erts ook wel een beetje op. Dat zou best wel goed kunnen eigenlijk. Uh, hoe konden we ook alweer de uh, de zien zeg maar oh ja ik geloof dat als we dit doen nee dat werkt niet er was een manier om de aard zeg maar ook daadwerkelijk eronder te zien maar dat uh, lijkt niet echt te werken ik geloof dat de aard hier wel een beetje op is misschien moet het uit gaan breiden dat, het, dat de productie weer wat sneller gaat weet je wat ik voeg hier wel gewoon even eentje toe want hier lijkt nog heel veel te zijn en hier is het misschien ja kijk kijk nu kan ik zien hoe weinig hier is hier is het inderdaad heel weinig ik ga er uh, ik ga deze ja, ik ga die in ieder geval even uitzetten. Uh, hopelijk voorzak dat geen problemen. Kijk, want gaat het, het. Het blijft wel gewoon doordraaien, denk ik. Want het moet natuurlijk. Wacht, gaat het. Ja, het gaat hierin. En dan gaat het daarheen. Dus. Als deze uit is. Gaat deze ergens nog wel naar het hoofdgebouw? Vraag ik me af. Maar ik denk het wel. Het uh, lijkt het tenminste wel. Want. Kijk, uh, de reden waarom ik, waarom ik hem eigenlijk heb uitgezet. Is omdat hier zo weinig erts in de grond zit. Dat het gewoon niet echt waard is om die. Te laten draaien, oké okay, mensen. Zoals jullie zien, is het onderzoek naar de luchtbrug uh, station voltooid. Uh, oh, nu is het goed gekeurd, dus ze kunnen het gaan bouwen. Denk ik, de deze zit helemaal vol, dus hier kan het niet op, uh, toch? Ja, hoogste verdieping bereikt. Maar oh, waarom? Met, waarom bedenk ik me nu pas dat we ja, we hebben dit dus helemaal vol, je hier, hier kunnen, dus geen station meer. Hmm. Ik, ik ga even kijken hoe duur dat is diensten lijkt me... Uh, ...luchtbrugstation. 100 per uur, maar dat is heel weinig. Zullen we dat er gewoon tussen doen? Nee, nee, nee. Nou, kijk, het is nu niet altijd nuttig, want we kunnen het daar niet op doen. En dan heb je een luchtbrugstation wat nergens heen gaat. Maar voor de volgende megatoren zou het heel handig zijn. Dus weet je wat, ik denk dat we dit gewoon gaan doen. Het is heel goedkoop. En. ja, het zorgt gewoon voor dat mensen. bijvoorbeeld van hier de winkels. in een andere megatoren kunnen gebruiken. Dus ik denk dat het, het handigste zou zijn. om dit station ook te verbinden met een elite megatoren. Of nou, dat zou misschien ook niet al te veel uitmaken. Uh, en misschien is het deze episode wel tijd om een volgende megaton te bouwen. Nou, eigenlijk moeten we eerst deze gewoon afmaken. Maar deze heeft ook al zet, vijf. Misschien? Ja, hij heeft al vijf lagen. Dus die komt ook al in de buurt van uh, af zijn. En ja, het slechte is wel dat. Even okay, kijken, er was hier iets met een woonverdieping. Ja, er zijn gewonden. We hebben een ambulance nodig. Hoe is het met onze uh, gezondheidszorg? Waarschijnlijk niet al te goed. Uh, Oké, okay, 12 van de 25, weet je. We kunnen misschien nog wel een ambulance gebruiken. Uh, ja, dan past het weer niet. Dat is stom. Ik wil geen heel gebouw weghalen voor één ambulance. Wat is dit voor ding? Uh, oh, dit is een park. Dat. Het is, uh, kijk, het heeft maar. Hmm. Weet je wat? Misschien moeten we die park vervangen met een, door een park met een hoge landwaarde. Want ja, daar is meer vraag naar. Dat is misschien wel een idee. Maar ik ben wel bang dat er dan weer vraag naar lage landwaarde gaat als we wat omzetten. Maar kijk, de landwaarde is hier al... Uh, is hier al gemiddeld. Dus ik denk nou dat we dit best kunnen stopen en anders vervangen door een kleine park. En dan is het futurisme hier geloof ik ook weer weg, wat wel jammer is. Oh, dit is het enige park wat gefuturiseerd kan worden. Nou ja, laten we eerst even kijken naar die ambulance. Dat lijkt me net iets belangrijker. Nee, we gaan hier geen, geen park meer kwijt kunnen. Geen futuristisch park in ieder geval. Anders doen we wel gewoon iets kleins. Uh, ja, dat kan wel. En... Dan, hoe zit het hier met het futurisme? Ja, het is niet al te goed. Uh, oh, maar kijk, die zweeftijden die verbeteren ook futurisme, of uh, futurisatie, wat dan ook. Uh, ja, maar ik vraag me af of het wel heel belangrijk is. Worden mensen ongelukkig als het niet futuristisch is? Ik geloof het niet. Nee, kijk, ze werden ongelukkig omdat het park wegging. En toen werden ze weer gelukkig omdat er weer een park bij kwam. Dus ik denk niet dat het al veel uitmaakt. Hè? Uh, ja, geen onderzoeksproject. Dat is ook iets wat we moeten doen. Ho, uh, wow, Controlnet is ook al bijna weer in het geel. Dat is niet zo goed. Even kijken. Wat zullen we wat, wat, wat zullen ze onderzoeken? Uh, afvalverdieping. Afvalverdieping zou eigenlijk heel goed zijn, maar we hebben een dependence nodig. En kunnen we die bouwen? Uh, nee. Wacht, ik moet even naar uh, edit uh, gaan. Hmm. Die kunnen we niet bouwen. Dan, dan moeten we een upgrade doen. Hmm. Dat is, uh, ja. Als we de academie upgraden naar niveau 3, kunnen we dat doen. Maar kijk, er is niks wat we nog kunnen. Ja, we hebben allemaal andere dependances nodig, dus we moeten eigenlijk wel upgraden. Nou, dan gaan we gewoon upgraden. Dat gaat heel lang duren, maar dat hebben we gewoon uh, nodig. We, hebben, we zitten wel bijna vol, dus dat zou, sneller moeten, dat zou wel uh, het snelst moeten gaan. Uh, sneller dan de eerste upgrade, geloof ik. De, sneller dan de upgrade naar niveau 2, want toen hadden we geloof ik nog niet zoveel arbeiders. Uh, met, met hoge inkomens. Okay, dus dat is dat. Dat is nu hopelijk goed. En wat ik nu wou doen. Is. Het zweeftreinnetwerk verbinden met. Een station hier ergens. Want de wegen zitten hier helemaal vol. Dat is gewoon niet zo handig. Maar de vraag is een beetje. Hoe gaan we dat, gaan we dat laten passen? Uh, ik wil waarschijnlijk ergens bij de megaton als een station. En. Ja, deze dingen kunnen geloof ik niet. Oh, wow. Dit, dit zou heel mooi zijn. Dit zou. Kijk, als je dit kon verbinden. Hmm. Dat ga ik eigenlijk even met een normale weg proberen. Dat zou super, super handig zijn. Ik uh, kan deze weg niet kruisen. Waarom niet? Oh, wacht. Ik denk dat we. Misschien komen we tegen de rails aan. Zou dit, zou dit kunnen? Oh, dit. Ik zag een mogelijkheid. Dat kan. Dat kan. Uh, eigenlijk moeten we een beetje een, uh, een tunnel in een bocht maken. Ik weet niet of dat mogelijk is. Ja, dit werkt. Oké, okay, dit is handig. Oh, de, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Oké, okay, nu kunnen we dus. De, dit is aan de ene kant heel handig en aan de andere kant een beetje onhandig. Want mensen kunnen nu makkelijker de megatons bereiken. Ze hoeven niet helemaal om te rijden. Maar ze moeten wel langs alle industrie en Dat is zo'n heel druk gebied. Uh, dus dat, dat helpt misschien wel een beetje. Maar we gaan ook nog proberen iets te doen met de uh, zweeftreinen. En wat ik me dus afvraag. Ik geloof niet dat het mogelijk is. Maar kunnen ze ondergronds? Nee, dat ziet er heel, heel uh, vreemd uit. Dus dat gaat niet werken. Oké, okay, wacht. Ik uh, wil dit niet. Zo, dus we moeten. We moeten even gewoon een bestaande weg kiezen, denk ik. En daar dan vanaf uh, halen. Oké, okay, dat kan. En ik wil geen gebouwen gaan slopen. Dat wil ik echt niet. Oké, okay, ik doe. Oh, dat uh, was vreemd. Ik doe even dit. Oh, dit wordt ook weer heel duur. Hè? Ja, we hebben, we hebben het geld op dit moment ook wel. Uh, nee, dat is het niet echt. Ik, ik doe even zo en dan weer recht. Misschien werkt dat. Ik wil eigenlijk dat ze gewoon precies het, de weg aan zouden houden. Want nu gaat het steeds een beetje scheef en dat is jammer. Uh, kom op, waarom is het te de stijl? Deze dingen kunnen ook hele scherpe bochten maken, dus dat zou geen probleem moeten zijn, toch? Kom op, waarom kan ik het verhogen? Oké, okay, dat ziet er zo raar uit. Waarom, waarom doet hij dat überhaupt? Het is helemaal niet zo dat, dat de weg zo'n vreemde vorm heeft, dus waarom zou zweeflijn zo'n raar vorm moeten hebben? Oké, okay, weet je, dit uh, werkt niet. We gaan dit weghalen, denk ik. En dan gaan we maar zo, dan ja, ik weet niet, als dat wel kan. Kan dat? Ah, dat kan wel. Nou we gaan we dit weghalen. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Dat is best veel geldverspilling eigenlijk. Ik weet nog niet hoeveel het heeft gekost. Uh, maar we waarschijnlijk wel een paar duizend. Want zo'n zweeftrein is natuurlijk heel erg duur. Oké, okay, dus dit laatste stukje is altijd lastig te slopen. Want ja, je sloopt vaak de weg eronder. Maar het is dit keer gelukt. Oké, okay, zo dus gaan um, hier vanaf, denk ik. Ja, zo. So, en dan kunnen we in één keer door, eigenlijk. Dus dat is ook best wel een stuk makkelijker op deze manier. En. Ja, gaan we hier. Oh, we kunnen hier een hele scherpe bocht maken. Dat klopt. Deze zweeftrein uh, kan, kan daar blijkbaar gewoon doorheen. Dus we doen even dat. Uh, ja, en ik, 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 heb, ik, heb, uh, ik vind het dus het fijnste om gewoon de bestaande wegen aan te houden. Want dan neem je geen extra ruimte in. En dat is belachelijk duur. Uh, ja, ik wil eigenlijk wel dat de mensen gewoon meteen bij, bij een megaton worden afgezet. Want dat is de grootste reden waarom ze hierheen gaan. Ze gaan hier niet heen om, naar, om, om hier te werken, weet je wel. Daar werken maar een paar mensen. Dus oké, okay, ik ga even kijken waar we het station doen. En ik ben echt verbaasd dat je zulke scherpe bochten kan maken. Maar dat maakt het bouwen wel makkelijk. En waarom... Oh, waarom kan dit niet? Oh, dat meen je niet. Dus ik kan mensen niet direct bij de megaton afzetten. Dat is jammer. Ik denk dat het kan, niet kan omdat je hier allemaal... Want er zijn allemaal dingen aan de weg grenzen, zeg maar. Hier kan het wel, als het goed is. Ja, dat werkt. En is het nu verbonden? Ja, het is gewoon verbonden. Dus ja, dit gaat een heleboel wachttijd waarschijnlijk ook toevoegen. Maar ook een heleboel nieuwe klanten van de megatorens uh, die dan eventueel daarheen moeten. Want je ziet hier gewoon altijd een file. Dus ja, dit gaat ook een beetje helpen. En we moeten eigenlijk ook gewoon meerdere wegen hierheen doen. Misschien een tunnel kan nog ergens. Maar dit, dit helpt misschien ook wel. Nou ja, ik ga de tijd laten lopen en dan kijken we... Wat voor uh, effect dit heeft. Oké, okay, mensen, ik weet niet zeker of de zweeftrein nou zoveel doet. Uh, ja, nou, het, het aantal passagiers is wel verdubbeld eigenlijk. Dus het doet wel degelijk iets, dat extra station. Uh, maar ik geloof eigenlijk dat deze weg het meeste uh, van dit file-probleem oplost. Want hier zijn nu geen files meer. Uh, het, het is nu al bijna 8 uur en ik heb nog helemaal geen files hier gezien. Hier heb ik wel een keer een file gezien. En hier is het nog steeds een beetje druk. Dus de file. Het is nu niet, niet helemaal weg. Wel een beetje dankzij die zweeftrein, Maar het is nu een beetje verplaatst aan dit gebied. Dus dat is jammer. En de industrie, ja, het gaat niet altijd goed met de industrie. Ze hebben de gebouwen branden steeds af. Of ze hebben te weinig omega. Uh, allemaal van die vervelende problemen. Daarom moeten ze steeds opnieuw bouwen. En daarom is er steeds een vraag naar de industrie. Want er zijn op dit moment echt maar vijf. Werkende industriegebouwen of zo, nou ja, echt belachelijk weinig. En ik zag net dat we een beetje verlies draaiden. Uh, oh, het is nu weer opgelost. We draaiden opeens uh, 2000 euro per uur verlies. En dat komt, denk ik, door de megatons. Dus het gaat slecht. Nou, het gaat goed met deze megaton. Over het algemeen alleen deze woonverdieping. En waar komt dat door? Ik heb geen idee. <laughs> uh, er staat niks bij. Er uh, staan geen negatieve gedachten bij. Er is vraag naar de mensen met lage inkomens. Ja, dus het zou gewoon... Oké, okay, het is ook aan het stijgen, dus dat is goed. Hopelijk kunnen we hier weer winst mee maken. Maar het probleem met deze megaton is dat we zoveel dienst hebben. Dit, uh, dit kost veel geld. Uh, park kost veel geld. En onderwijs kost veel geld. Dus daarom uh, hebben we hier heel veel verlies aan. Uh, dus ja, dat is een beetje waarom we net, geloof ik, opeens 2000 euro verlies draaien. Maar nu zijn er wat meer mensen ingekomen. En nu komt het, geloof ik, weer een beetje goed. Maar uh, we willen wel... Uh, de elite megaton gaan uitbreiden. Want dan kunnen we daar weer meer geld aan verdienen. En daar is super veel vraag naar. Ik zag trouwens dat ons onderzoek al op 20% gaat. Dus dat gaat zo heel langzaam eigenlijk nog niet. Uh, dus ja, dat gaat best wel goed. Oké, okay, we gaan een woonverdieping voor mensen met de hoge inkomens. En oké, okay, 3000 per uur. Dat is zoveel. Dat is belachelijk veel. Uh, ja, maar als het goed is, stroomt het gewoon in één keer vol. Want er is zoveel vraag naar. En dan moeten we waarschijnlijk ook weer een, uh, een commerciële verdieping gaan bouwen. En uh, ja, dus zo komt deze megatongen wel vol. En misschien kunnen we zelfs deze episode een derde megatongen bouwen. Dat zou wel mooi zijn. Misschien kunnen we dan ook eindelijk wat meer winst maken. En dat lijkt wel weer goed te gaan. 3600 euro per uur. En ik zag trouwens op dat we nog wat ruwe erts exporteren. Dat was ik helemaal vergeten. Uh, even kijken. Er zit nu niks in. Maar... Ja, dat was ik echt helemaal vergeten. Maar dat is eigenlijk wel... Daar, daarmee maken we nog uh, 50.000 winst per maand eraan. Dus dat is wel mooi. En ik geloof dat we alsnog meer dan genoeg voor de Omega-fabriek hebben. En wa wat is het probleem? Niet genoeg Omega, dat is het uh, gebruikelijke. Ja. En we willen ook eigenlijk graag een... Uh, een universiteit. Want dan kunnen we die geavanceerde zonnepanelen researchen. Of... Weet je, misschien kunnen we de, wa de Wave Power Plant wel uitbreiden en dan uh, hebben, we, hebben we die zonnepanelen misschien wel helemaal niet meer nodig. Dat zou heel fijn zijn. En waarom dit verlies opeens? Hoe komt dat? Oh ja, de Megaton. Ja, bij de uitgave is nu net 3000 bijgekomen, maar het, uh, het komt wel goed. Het komt wel goed, want het zit nu meteen helemaal vol. Ik denk dat we er gewoon nog eentje gaan bouwen, of misschien eerst een uh, winkelverdieping. Uh, Waarschijnlijk wel. Nou, ze zeggen nu, je kunt er uitstekend stoppen. Shoppen, misschien zit het niet nodig. Weet je wat? Ik bouw meteen een volgende woonverdieping. Want er is nog steeds veel vraag naar uh, woonwijken. Oké. Okay. Nou, dit is niet echt een woonwijk natuurlijk. Maar het uh, komt natuurlijk op hetzelfde neer. Oké, okay, terwijl dit aan het bouwen is. En het kost waarschijnlijk ook wel weer een heleboel ex extra elektriciteit eigenlijk. Terwijl het aan het bouwen is, wil ik hier wat aan gaan uh, toevoegen. Even kijken. Uh, we kunnen. Hoeveel, kijk, we hebben nu echt veel te veel elektriciteit. Uh, en dit willen we ook eigenlijk. En dat is bij een uh, academie. Oké. Okay. Stel in elektriciteitsproductie. 105 megawatt, dat is niet normaal. Dit moeten we gewoon hebben. En het zou dus het handigste zijn om het helemaal vol te bouwen met deze. Ze zijn belachelijk duur. Oh, ze zijn echt belachelijk duur. <laughs> maar dat is gewoon een heleboel uh, stroom. Het zou het beste zijn om ze helemaal vol te bouwen aan deze. Want het is niet. Kijk, als je hier 8 van hebt. Dan kan je hier geen meer bij. Want ze zitten samen aan een limiet van 8. Dus dat is wel echt iets wat we willen. Dat moeten we echt aan de, aan de academie gaan onderzoeken. En oh, dat meen ik niet. Waarom gaan de huizen hier weg? Het zit in het water. Dat slaat nergens op. Uh, maar oké. Okay. Oh, het kan ook aan deze kant. Dan doe ik het hier gewoon. En ik voeg er nog wel even eentje toe. En dan kunnen we hopelijk wat zonnepanelen uh, niet slopen meteen. Verkijken, ik ga die dicht doen. En die dicht. Even kijken wat voor effect dit heeft. We kunnen er waarschijnlijk nog wel een paar dicht. Zo. So. En dan kunnen we hier gewoon weer industrie toevoegen als we dit uiteindelijk slopen. Ja, weet je, ik denk, dat, ik, ik denk dat we die wel kunnen slopen. En ik ga voor de zekerheid meer van deze toevoegen. Want uh, ja, het neemt geen ruimte in, weet je. Het neemt alleen ruimte in het water in. Dus dat komt gewoon helemaal goed. Hey, elektriciteit is nog best redelijk in het uh, groen. En ja, ik denk dat we deze gaan, gaan uh, slopen. Alles is nu gesloten. Even dubbel checken. Dat er niet per iets is wat we slopen waarvan, waarvan we niet weten wat het effect is. Nee, alles is gewoon dicht. Dus we gaan deze sluiten. Uh, we gaan de. Oh, wacht, ik moet hier even uit. We gaan deze slopen. En dan moeten we. Ik, ik ga meteen even kijken hoeveel kost het en hoe is het mogelijk om uh, die. Even kijken, waar staan ze? Eh. Uh, geavanceerde golfmachine. Dus we moeten niveau 3 hebben, dat hebben we bijna. We hebben een dependance kwantumwetenschap nodig. En het kost 75.000 euro, dus dat is nog, dat is niet niks. Uh, en hoe zit het met onze verdieping, die is nog aan het bouwen. Oké, okay. ik ga de tijd versnellen. En wat is dit? Dit is um, een probleem. Waarschijnlijk met control net. We hebben nog wel een overschot, maar het is maar net aan. Kijk, alle drie nieuwe specialisaties van het uitbreidingspakket zijn, zijn, uh, hebben een probleem. Uh, ja, levering te laat. Uh, hmm. Willen omega. Ja, ik kan deze fabriek wel gaan uitbreiden. Zal, ja, ik denk, dat ik, ik denk dat ik dat maar ga doen. Uh, hopelijk hebben we dan nog genoeg grondstoffen daarvoor. Even hey kijken. Olie. Komt dat nog goed met de olie? Want daar heb ik al een hele tijd niet naar gekeken. We hebben het aangepast in de vorige Maar Ja, dit is wat ik dacht. Het is meteen alweer leeg. Dan moeten we dat maar gaan importeren eigenlijk. Hmm. Oh ja, en ik was ook van plan om die. Om die. Uh, oh. Dreigende budgetproblemen. Oké. Okay. Uh, wat is dit? Wa waarom... Maken jullie winst? Hopelijk. Waarom zijn er... Uh, het, is, het is waarschijnlijk omdat het pas net nieuw is. Maar we zouden hier zoveel winst mee moeten maken. Oké, okay, dreigende budgetproblemen. Wow, wat... Het uh, is een beetje... Komt, komt echt opeens op, uh, opdagen. Ja. Het gaat niet al te goed met deze... Uh, met deze extractiemachines. Ik krijg er 3000 vaten per dag. Het is niet superveel. Ehm... Um, Hmm, hoe gaan we dat doen? Eerst is sowieso nog goed. We kunnen, wel, we kunnen wel olie gaan importeren. Maar daar heb ik niet zoveel zin in. Dat kost weer zoveel geld. Of we kunnen hier dingen gaan slopen. Kijk, uh, dit is geloof ik... Ja, dat is een afdeling. Dit kunnen we slopen, dat kunnen we slopen. Dan kunnen we deze dingen verplaatsen. Ja, dit, is, dit lijkt me een plan. En we gaan sowieso ook... Nou ja, ik weet niet of het wel zo slim is. Kijk, we kunnen deze afdeling van, het, van de Omega Co. Uh, incorporated slopen. En dan kunnen we een afdeling Robotica plaatsen. Nou, weet je dat, dat vind ik een beetje veel gedoe. Ik doe voor nu gewoon even deze. En. Is dat duur? Zijn die dingen duur? Ja, 20.000. Dat is best iets wat we gewoon kunnen slopen en opnieuw kunnen bouwen. Hè. Dus ik had haal, haal voor nu even weg. Dit. Handelsdipo ga, gaat ook even weg. Ja, er zit wat erts in. Maar erts hebben we er toch genoeg van. Dus maakt niet uit. En dit is. Een, oh, dat is ook een extractiemachine. Die hoort niet bij. Oké, okay, die, die hoort zeker daarbij. Nou, we gaan ze in ieder geval even slopen. Zijn die duur? Uh, Freken. Nee, dat is het niet. Extractiemachine afgekeurd. Ja, oké, okay, wow. Ik moet natuurlijk eerst wel die uh, afdeling weer bouwen. Nou, we kunnen deze ruimte daarvoor gebruiken, die we ik eigenlijk voor industrie reserveren. Maar dat kan niet anders dan. Oké, okay, uh, grondstofwinning, dat is wat we nodig hebben. Ja, je zou dus wel die afdeling robotica kunnen doen in plaats van deze. Maar aan de andere kant, dan kunnen we geen erts meer. Haal op die manier en dan moet het weer gaan importeren en dat is allemaal toe. Oké, okay, ik denk dat ik het hier wel kan doen. Dan kan hier nog een industrieel gebouw en daar nog. Dus dat lijkt me wel goed. Oké, okay, dan gaan we nu bouwen. Ik vraag me af of die extractiemachines doorgaan met, uh, met mijnen. Zelfs als je dat weghaalt, dat zou best vreemd zijn. Nou, je kan ze in ieder geval niet opnieuw plaatsen. Dat kan nu wel, wel weer, want we hebben natuurlijk dat ding er weer bij gebouwd. Oké, okay, dus die gaan weg. Zo. En. Kijken, hoe kunnen we deze weg het meest efficiënte doen? Die uh, extractiebuizen. Eigenlijk, mo eigenlijk moet het allemaal een beetje meer aan de kant. Uh, ja, weet je wat? Ik ga hier even op Kerma uh, aan werken. Uh, nee, wacht. We hebben heel weinig geld. En uh, we verliezen ook nog geld per uur. Weet je wat? Ik ga even een lening aanvragen. Want het is niet dat we de tijd even. Hey, en eigenlijk willen we best wel aardig wat geld. Eigenlijk hebben we best wel aardig wat geld nodig. Ik leen even 50.000. Dan kunnen we tenminste weer wat van die extractiemachines bouwen. Want dat hebben we nodig. Kijk, hoe duur zijn die? 20.000. Dan kunnen we er maar 2 bouwen. Dat is niet goed. Gelukkig heb ik die nog staan. En deze dingen zijn, geloof ik, niet al te duur. Dus dat moet wel lukken. Nee, dat werkt niet. Oké, okay, ik doe hier gewoon even weg. Is dat handig? Nou ja. Uh, ja, dat is wel handig, denk ik. Dan komen hier twee extractiemachines. En we moeten eigenlijk ook dat handelsnipo gaan plaatsen. Uh, en dan kan hier nog iets. Misschien kan het handelsnipo zelfs al daar... Even kijken, ik wil het dus hier en daar. Ja. Oké. Okay. Wauw, oké. Okay. Die, die kan ik dus niet bouw, uh, slopen en opnieuw bouwen ofzo. En nu verliezen we echt veel geld per uur. Dat is niet normaal. Het anderstypo, kunnen we dat hier doen? Even kijken. Ja, we zijn zo snel door ons geld heen gegaan. Ook mede door die nieuwe dingen aan de megatons. Maar ik had gewoon het gevoel dat het nodig was om hier wat meer geld aan te verdienen. En ja, het ding is natuurlijk wel, als we de tijd laten lopen dan. Gaat deze winst ook omhoog? Want dan komt het echt een beetje op gang en loopt het helemaal vol. Uh, maar nu kunnen we in ieder geval wel een stuk meer olie uit de grond halen. En uh, dat, is goed, dat is goed om te zien. Uh, handelstipo, waar staat het handelstipo? Kijk, dat kan daar niet, dat is jammer. Ah, dan moeten we die ruimte misschien toch gaan gebruiken aan een handelstipo. Of, of het moet ergens anders. Maar het is wel handig om het dicht om het in de buurt te hebben. Uh, hmm. Waar zou het kunnen? We, we, je hebt gewoon nooit ruimte in SimCity. Tenminste in SimCity 5. Het past gewoon nooit. Uh, hier kan het ook niet. Want daar heb je die extractiemachine. En die extractiemachine kan ik niet slopen. Uh, hmm. Ja, weet je, dan, dan doe ik het hier maar. Heeft de industrie een beetje pech. Hmm, dat is gewoon jammer. En ik, had, ik had, had het ook niet altijd efficiënt gedaan met de ruimte. Dit ding voor vrachten kan gewoon weg. En. Oh, we hebben nu echt geen geld meer. Oh nee. En ik, ik kan ze niet eens een bord kopen. Oh, we, ver, we verliezen zoveel per uur. Oh, dit is zo stom. Ik kan nu ook geen airs exporteren. Want we. Uh, ons handelsdepot heeft geen ding voor airs. Hoe kunnen we heel snel geld verdienen? Want straks is het 12 uur en dan. Ja, nou, ik weet niet. Uh, we moeten eigenlijk dingen gaan. Kosten deze dingen zoveel per uur of zo? Misschien is dat. Het, ja, dit kost heel veel per uur. Oh, waarom heb ik daar niet op gelet? We kunnen er best een paar sluiten. Denk ik. Um, kom op. Oh, wacht. Ik zit al in de bewerkmodus. Ja, 400 per uur. Daar heb ik echt helemaal niet op gelet. Ik, ik ga er even twee van sluiten. Ja, mensen gaan misschien tekort hebben aan elektriciteit. Maar het kan niet anders. Die extra ambulance gaat. Uh, die ga ik sluiten. Ja, ik heb zoveel dingen geko gekocht zonder er maar na te denken. Uh, ja, maar zeven mensen in behandeling. Hier kan de behandelkamer. Oh, die was al gesloten. Behandelkamer. Uh, ja, die kan weg. 7 van de 10, ja dat komt zo wel goed. We moeten dit even positief krijgen, want anders schiet het niet op. En ik denk dat het nog wel goed komt als we die, de tijd laten lopen, zeg maar, voor die megatoren. Maar, dingen ding is gewoon, straks sta ik in het rood, zeg maar. En ik heb dat nog nooit gehad in SimCity, ik weet niet wat er gebeurt. Weet je, dus ik doe het maar liever niet. Hebben we een overschot naar water? Ja, best wel. Dus deze dingen kunnen ook wel worden gesloten. Zo. Alvar... Waren ze al zo? Nee, oké, okay, ze waren niet gesloten. Oké, okay, min 4 per uur we moeten nog iets sluiten. We kunnen nog wel zo'n waterding sluiten. Oké, okay, dat waren even onze bezuinigingen. En nu komt het hopelijk goed. Uh, nu, we de, nu, nu we de tijd laten lopen, komen hier ook wat meer mensen in. Het zit wel helemaal vol, maar het, is gewoon, het moet nog even op gang komen, denk ik. Dus uh, ja, hopelijk gaan we hier ook weer wat aan verdienen. Hoeveel? Oké, okay, dit ziet er nu goed uit. En hier ziet het er slecht uit. Wow, oké, okay, waarom gaat het zo slecht? Waarom gaat, oops, waarom gaat het opeens zo slecht? Kijk, ik heb hier helemaal geen idee van. We hebben meer winkelers nodig. Uh, we moeten nu een baan vinden. Oké. Okay. Er is geloof ik best wel veel. Nou, er is waarschijnlijk geen werkende in industrie. Omdat ze de hele tijd weg gaan, die gebouwen. Dus eigenlijk moet hier ook een stukje industrie komen. Uh, ja, dat is gewoon wat we gaan doen. Het kan niet anders. En we, als we dit ding gaan uitbreiden, dan moeten we eigenlijk ook ruimte voor laten. Niet dat ik daar geld voor heb, maar. Ik, Oké, okay, ik ga deze dingen slopen. Oh nee, dat is niet de bedoeling. Heb ik de Sveefs zijn geslopen? Ik ga deze dingen slopen en dan komt hier gewoon industrie. Het moet wel. Mensen hebben een baan nodig. En daar heb je ook wel verdiepingen voor, maar daar heb ik geen geld voor. Uh, Oké, okay. kom op. Verder. Uh, dus hier kunnen we hopelijk een paar industriële gebouwen en dan. Nou, ik bouw het voor nu gewoon helemaal vol. We kunnen het altijd nog, nog weggaan, want er is zoveel vraag naar. En dan als we dit moeten uitbreiden, kunnen we. Oh nee, wacht, we bouwen naar die kant uitbreiden. Dus ja, dat gaat sowieso werken. Hier kan nog. En uh, ja, dan komt dat denk ik wel goed. Dus meer uh, industrie betekent ook meer omega nodig. En uh, we hebben geen geld om het uit te breiden. Dus we moeten gewoon even kijken hoe het uitpakt. En ik moet echt een tijdje niks gaan uitgeven. Want dit is belachelijk. Ja, ik kan de zweeftrein ook niet fixen, denk ik. Uh, hoewel het wel iets is wat we eigenlijk nodig hebben. Weet je, het, het is wel iets wat het ver verkeer heel erg uh, verbetert. Uh, nou ja, maar het, het kan nu niet. Ik uh, wacht, wacht het even af. En nu hier wat meer, wat meer mensen bouwen, verdienen we natuurlijk ook wat meer belastingen. De belast belastingen kunnen we ook niet verhogen. Uh, want dan worden mensen ongelukkig. Mensen zijn nog steeds best wel gelukkig, ondanks al de tegenslagen. Vooral de industrie. Uh, de industrie is nu echt wat ons tegenhoudt. En uh, ja, we kunnen wel het vrachtgewerk. Er is veel misdaad. Dat heb ik nog lang niet gehoord. Maar de... De industrie is nooit gelukkig omdat, ze altijd, omdat de gebouwen altijd uh, worden gesloopt en dan moeten mensen opnieuw bouwen. En dan uh, ja, aan het begin zijn ze, zijn ze altijd op 50%. Dus daarom, daarom, dat is wat ons dingen naar, naar beneden brengt. Dus we hebben eigenlijk gewoon meer omega nodig, maar daar hebben we geen geld voor. En waarschijnlijk ook geen grondstoffen. Uh, dus ja, dat is een beetje, dat is het probleem van deze stad. We hadden nooit, uh, zoals al gezegd was uh, aan het begin van deze serie, we hadden nooit aan omega moeten beginnen. Uh, het veroorzaakt eigenlijk alleen maar problemen. Je kan veel beter een andere specialisati uh, specialisatie kiezen. Het is wel leuk om een keer mee te spelen, maar voor de rest uh, is het eigenlijk niet zo heel handig. Nou, ik doe waarschijnlijk ook wel een aantal dingen fout, maar dit is ook de eerste keer dat ik het uitwijnspakket speel. Oké, okay, wat is het probleem? Uh, viel gezondheidsprobleem, daar geloof ik echt niks van. Oké, okay, misschien moet ik er weer eentje openen. Oh, dat kan ik wel. Want we verdienen nu voor ons doen veel geld. Oké, okay, ik, ik open er weer eentje. Die ambulance laat ik nog wel even dicht. Uh, even kijken, hoe zit het hiermee? Dat is goed. Nou, het is niet perfect, maar goed genoeg. En uh, dit is op het randje. Dus ik ga er even eentje. Ja, die ga ik weer openen. En dat heeft een heel klein beetje effect. Nou, best wel veel effect nog eigenlijk. Dus uh, ja, dat komt weer goed. Oké, okay. en uh, nu mijn was goed is dus weer een stuk meer. Uh, nou, boren in. Nee. Hé, waarom is het zo weinig? Het is twee keer zo weinig als eerst. Dat staat echt nergens op, want ze zitten op een veel beter gebied. Moeten ze nog op gang komen of dat zou het dan wel zijn? Het kan. Ja, dat, het zou nu echt gewoon 10.000 of zo moeten zijn. Dat zou het letterlijk moeten zijn. Zo was het wel in Olibon met die. Uh, in de, zo was het in Olibon met die oliebon. Zeg maar. Zo zou het echt moeten zijn. Nou ja, ik uh, hoop produceren we genoeg omega. Ik laat de tijd nog heel even lopen en ja we kunnen deze episode geen nieuwe megaton meer bouwen maar misschien nog wel een nieuwe verdieping. heel misschien maar uh, ja we zullen het zien oké okay, mensen we zijn niet al te veel verder in de tijd ik heb het wel pauze gehouden maar ik heb wel even nagedacht en een paar dingen uitgerekend uh, ik heb even gekeken naar de energie want het blijkt dus dat uh, ja we hebben net gezien dat deze golfenergie dingen heel erg duur zijn vergeleken met de zonnepanelen zonnepanelen die geven 12,1 megawatt en kosten 105 euro en uh, ja, golfenergie dingen, die geven wel meer megawatt, maar zijn ook veel duurder. Als die uh, golfenergie dingen 12,1 megawatt zouden geven, zouden ze 161 euro kosten. Uh, dus dat is duurder dan de zonnepanelen, want de zonnepanelen kosten maar 105. En dus die geavanceerde uh, golfenergie dingen, die uh, kosten 900 per uur, geven 105 megawatt. En als je dat omrekent naar 12,1 megawatt, dan zouden ze 180 uh, euro kosten. Uh, uh, dus dat is bijna twee keer zoveel als de zonnepanelen. Uh, maar naar mijn mening is het het waard. Want deze dingen zijn belachelijk klein en die kan er acht van hebben. Dus uh, bij de zonnepanelen is dat niet zo. Kijk, dan, dan heb je dus uh, 840 megawatt als je hier acht van hebt. Bij een zonnepanelen om 840 megawatt te hebben moet je echt je hele stad volbouwen. Weet je wel. Dus in mijn, naar mijn mening is het het wel waard. Dus dat is het eerstvolgende wat we gewoon gaan onderzo onderzoeken. Als dat tenminste kan. Uh, we zijn nu op 40%. In de volgende episode kan dat hopelijk. Wacht wat, uh, Ik ga even naar onderzoeken. En. Even wat, uh, waar staat die ook alweer? Hier geavanceerde golfmachine. Uh, wat was het? Dependance voor kwantenwetenschap. Kunnen we dat bouwen? Uh, de Dependance. Ja, dat zouden we kunnen bouwen. Kost wel weer 800 per uur, wat eigenlijk weggegooid geld is, maar. Uh, ja, en neemt natuurlijk heel veel ruimte in, dat is wel jammer. Maar op de lange termijn gaat het wel veel ruimte besparen. Want alle. Zonnepanelen hier kunnen dan ook gewoon weg. En uh, dat zou natuurlijk wel, wel heel fijn zijn. Uh, maar ja, maar dat was zo voor deze episode. We komen er weer een beetje bovenop met het geld. Uh, misschien kan ik ook wel weer wat. Uh, nou, het is niet echt nodig. Ik wou zeggen, misschien kan ik wat meer uh, van deze dingen weer opengooien. Maar ik geloof niet dat het al te hard nodig is. Dus ik laat het voor nu even zo. En uh, weer een verlaten gebouw vanwege Omega. Uh, ja, het is een moeilijke situatie. Deze waarschijnlijk ook. Ja. En nog eentje. Dat is die en die heeft ook te weinig omega. Dus dat is gewoon een beetje het algemene probleem. En is dat er nou serieus nog eentje? Uh, ik kan er niet op. Oh nee, wacht, die had ik al verwijderd. Ja, dus dat is gewoon een serieus probleem. We hebben meer omega Co productiebanden nodig. Maar ja, het ding is, we hebben nu gewoon al één volle fabriek en één half volle fa fabriek. Het, wordt een het ra raakt een beetje uit de hand, weet je wel. Dus de vraag of die omega het allemaal wel waard is. Um, waarom heb je hier. Oké, okay, dat is vreemd. Je, je hebt hier allemaal oranje rook. Oh, dat komt hier vandaan. Oké. Okay. Denk ik. Nou, ik weet niet zeker. Uh, dus ja, ik ben in ieder geval wel blij met die uh, golfenergiecentrale. Hier gaan we zoveel aan hebben in de toekomst. Het kost even wat meer geld, maar het neemt gewoon eigenlijk geen ruimte in in je stad. Het neemt vooral ruimte in in het water. En dat is het grote voordeel. Want geld heb je in theorie uh, oneindig van. In theorie. <laughs> en uh, van ruimte in je stad, die is natuurlijk heel erg beperkt. Dus ja, dat vind ik. Belangrijk om te besparen. En we verdienen nu gewoon aardig wat geld aan. Uh, uh, aardig wat geld per uur. omega Co komt er weer een beetje bovenop, zo te zien. En uh, Megatron maken we nu geen winst mee. Maar op de een of andere manier verdienen we toch 7000 per uur. Ik weet niet hoe het mogelijk is. Maar uh, dat doen we wel. Uh, dus ja, dat was zo ongeveer alles voor deze episode. Ik ben best wel blij met. de uh, Vooruitgang ook met de academie. Um, maar ja, ik ga hem nu denk ik maar afsluiten. In de volgende episode. Kunnen we dus hopelijk die, um, die geavanceerde golfmachines bouwen. En hopelijk ook een universiteit. Of in ieder geval iets van een school. Want er is veel vraag naar, geloof ik. Ja, kijk maar twee derde van de mensen zijn ingeschreven. Het onderwijsniveau is wel een beetje gestegen op de een of andere manier. Terwijl we nu alleen een basisschool hebben in de hele regio. Dus dat is echt niks. Weet je wel. Dus hopelijk kunnen we een universiteit bouwen in de volgende episode. Maar dat kost veel geld. Uh, maar ja, dat komt allemaal later wel. Uh, dus ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.